Het coronavirus heeft ons al wekenlang in de ban. En dat brengt sport en bewegen soms heel erg in het gedrang. En daarom is het zo mooi dat de jeugd tot en met 12 jaar weer kan sporten zoals ze dat gewend zijn in hun trainingen. De wedstrijden mogen helaas nog niet doorgaan. Maar ook de jeugd tot 18 jaar mag weer met inachtneming van de 1,5 meter trainen op de velden. De kinderen zijn met mijn team de JO11 en de JO10 mogen weer trainen en de JO13. Mogen weer gewoon onbeperkt zonder de 1,5 meter afstand trainen. Hebben we gisteravond een beslissing overgenomen. De regels zijn op tafel gekomen en dat hebben we gecommuniceerd naar de leiders en de ouders toe. Nou ja, daar is er voortgekomen dat we vanavond weer op veld staan. Dus daar zijn we heel blij mee. In coronatijd houden wij onze leden bezig, online. We zijn volledig geshift. We hebben onze kettlebells allemaal uitgeleend. 1-op-1 trainingen, groepstrainingen en onze oriëntatieloop. Mensen, blijf bewegen. In deze tijd vooral belangrijk voor je gezondheid. Tijdens deze coronatijd nemen wij elke dag een video met verschillende activiteiten voor thuis. Die thuis gedaan kunnen worden via Facebook, Instagram, YouTube zijn we te zien. En kinderen kunnen ons thuis nadoen. Wij denken dat het lukt in Coevorden. Want in Coevorden zit heel veel creativiteit.